Het mysterie rond Francis Bacon. Was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij de denkwereld van de klassieke Rozenkruisers? Het voorwoord uit het boek van Jaap Russeler dat werd gepubliceerd in maart 2018. Het is weinig bekend welke belangrijke rol Francis Bacon, de eerste burgeraar van St. Albans, die leefde van 1561 tot 1626 in Engeland, heeft gespeeld en mogelijk nog zal spelen in de vernieuwingen op velerlei gebied in de Europese samenleving. Hij staat vooral bekend als filosoof, schrijver van essays en staatsman. Ook wordt hij beschouwd als de kampioen van de empirische onderzoeksmethode en het materialisme, waarbij hij vaak uit onbegrip, jaloezie en onwetendheid in een kwaad daglicht is gesteld. Uit mijn jarenlange onderzoek blijkt dat zijn werkzaamheden een veel breder vlak bestrijken dan tot nu toe werd aangenomen. We vermoeden een groots plan als grondslag voor het vele werk dat hij heeft verricht en gepubliceerd. Het leven en werk van Francis Bacon zijn gehuld in mysterie. Mede daarom is naar mijn mening veel wat hierover geschreven is niet geheel juist en zeker onvolledig, waarbij ook te weinig recht is gedaan aan de veelheid van aspecten en de spirituele boodschap van zijn werk. Daarom nodigen we de lezer uit om mee op ontdekkingsreis te gaan om te trachten het mysterie rond Francis Bacon zoveel mogelijk te ontsluieren. Graag zou ik hierbij de waardevolle bevindingen van naar mijn idee zeer belangrijke onderzoekers van leven en werk van Francis Bacon verbinden met mijn eigen in de loop der jaren verkregen inzichten. Bij het schrijven van dit boek ga ik uit van een aantal feiten over leven en werk van Bacon die in eerder onderzoek over het hoofd zijn gezien. De vernieuwde levensgeschiedenis maakt zijn veelomvattende werk hopelijk inzichtelijker en kan daarom goed dienen als uitgangspunt van onze ontdekkingstocht die verrassende inzichten kan opleveren.